zondag, de wekker gaat, hier heb ik op gewacht. Het allerleukste uur breekt aan, de tv mag super hard. We gaan op avontuur, ga je mee, het is voor iedereen. We gaan ontdekken hoe geliefd we zijn, kom je mee. Het zijn je allerbeste vrienden, allerbeste. Kijk ze eens gek doen, allerbeste. Dit is echt voor iedereen, ook voor jou, dus doe maar mee. Het zijn je vrienden, allerbeste. Kom je spelen, doe een dansje, eet een frikandel. En als ze zeggen dat is gek, dan doen wij het juist wel. We gaan op avontuur, ga je mee, het is voor iedereen. We gaan ontdekken hoe geliefd we zijn, kom je mee. We zijn je allerbeste vrienden, allerbeste. Kijk ze eens gek doen, allerbeste. Dit is echt voor iedereen, ook voor jou, dus doe maar mee. Het zijn je vrienden, allerbeste. We staan voor je klaar, ga je met ons mee. Achter Jezus aan, dan ben je nooit alleen. We gaan op avontuur, ga je mee, het is voor iedereen. We gaan ontdekken hoe geliefd we zijn, kom je mee. We zijn je allerbeste vrienden, kijk ze eens gek doen. Oh, nou regent het ook nog buiten. Kan niet eens voetballen ook. En Daan die is dit weekend naar zijn moeder toe. En Klaas die wilde een dagje alleen binnenspelen. Het is echt zo ontzettend boring. Echt zo super saai. Kraak er niet aan. Kraak er niet aan. Olly. Kraak er niet aan. Kappen. Kraak er niet aan. Hou op. Kraak er niet aan. Doe niet zo vervelend. Hou nog op, Olly. Ik ben een boek aan het lezen. Ik ben een boek aan het lezen. Laat me rust. Laat me rust. Doe niet zo gemeen, Olly. Doe niet zo gemeen, Olly. Hou op met napraten. Hou op met napraten. Sophie is de liefste van de hele wereld. Sophie is de... Precies. Stil zijn nu. Ik ben een boekje aan het lezen. En mijn chips aan het eten. Wow. Nou, dat is bijzonder buiten, Sophie. Moet je kijken. Wat is er dan, Olly? Zag je het niet? Nee, wat moet ik zien? Er rende daar een pauw door de straat. Een pauw? Ja. Een echte pauw. Ja, nou gaat hij weer. Moet je kijken. Daar buiten? Oh, ja, buiten. Waar dan? Heel bijzonder. Zie je nou, hij loopt daar van rechts naar links. Nee, ik zie helemaal niks. Hard rent hij. Zie je dat niet? Nee. Nee, vind je het echt niet? Nee. Oh, nou. Hoe ziet het eruit dan, Olly? Ja, hij is wit. Met zwarte stippen. Wit met zwarte stippen? Ja, heel bijzonder. Hij rent heel hard. Nou, ik deed het wel heel hard rennen, want ik zie helemaal niks hier, Olly. Nee? Nee. Oh, maar Sophie, ik zie wel dat de kids er zijn. Kijk, hier zijn ze. Oh, hoi kids. Hoi. Superleuk dat jullie er zijn. Hebben jullie toevallig een witte pauw gezien met zwarte stippen? Nee, zie, Olly, zij hebben hem ook niet buiten gezien. Nee? Nee. Maar kids, wij waren lekker een boekje aan het lezen. En we hadden lekker een bakje chipsjes gekregen van mama. En ik bewaar een paar voor zo meteen om lekker op te... Olly? Hm? Nou, dit waren mijn chipjes! Nou, dat ben ik echt heel gemeen van jou! Nou, dat vind ik helemaal niet leuk! Dat waren mijn chipjes! Hé, hey, daar is de witte pauw met zwarte stippen! Ik... Nou, ik ga het aan mama vertellen! Dat vind ik helemaal niet leuk! En kijk eens hoe hard ze bent! Oh. Nou, misschien was ik wel een klein beetje gemeen. Maar ik verveelde me echt zo. Nou, ik haal ons wel even wat drinken voor ons beiden. Zag ik nog heel hard? Nou! Hey kids, zing lekker met ons mee. De jongens mogen met mij meedoen. En de meiden met Marissa, oké? Oké, jongens, daar gaan we. Hij is de rol. Hij is de weg, waar ik op ga en ik zie.
ik weer genoeg chipjes. Deze eroverheen. Dan kan Olly er niet meer bij. Zo, lekker. Sophie. Ik heb weer even wat drinken voor ons gehaald. Alsjeblieft. Moeten we even goed maken, ja? Dankjewel, Olly. Hey, lekker weer nieuwe chips. Ik heb ook wel zin in, zeg. Lekker. Er zit helemaal niks meer in. Hoi, Sophie, jij hebt alles gepakt. De chipsak is nou helemaal leeg. Ja, dit is nou eenmaal allemaal voor mij, Olly. Jij hebt net al mijn chips afgepakt. Nu is dit voor mij. Oh, maar dit is veel meer. Dat klopt helemaal niet. Het is echt niet eerlijk verdeeld. Ah, Sophie, mag ik een paar chipjes? Nee, Olly, want jij deed het zo gemeen en zo irritant tegen mij. Jij hebt het niet verdiend. Die chips zijn voor mij. Nou! Hey, Sophie, kijk daar eens. Nee, Olly, daar trap ik niet meer in. Nou. Nee, je was echt gemeen. Nou. Ik wil ook gewoon chipjes. Doe nou, alsjeblieft. Nee, Olly, dit zijn nou eenmaal mijn chipjes. Oh, alsjeblieft, mag ik een paar chipjes, Sophie? Nou, vooruit. Maar alleen als je voor mij klusjes doet. En welke lief voor mij bent. Klusjes, welke klusjes moet ik doen dan? Zoals mijn konijnenhok schoonmaken. En mijn rekensommen maken. Eww. Hey, Sophie, de kist! Ja, dag. Dat trap ik echt niet in, Olly. Nee, echt! De kist, de kist, de kist! Kijk nou! Die oh, nou inderdaad! Wauwie! Ligt een schat, wist je dat? En wil je weten wat het is? Kom dan gauw, hij is ook voor jou. En zomaar zonder te betalen, is hier voor iedereen een schatkist voor. Er is een rijke man, Jozef. Hij kan zijn zoontje alles geven. Maar geen opa. Pap, vraagt zijn zoontje, waarom heb ik geen opa? Maar papa Jozef wil het niet vertellen. Ik zal het mama vertellen. Kijk, daar is Jozef, als jongen. Hij krijgt van zijn papa een nieuwe jas. Wauw! Maar de broers van Jozef zijn jaloers. Ze pakken zijn jas af en Jozef gooien ze in een lege waterput. Wat donker en wat koud. Er komen vreemde mannen. Jij gaat met deze mannen mee. Zo, zegt Jozef oudere broer. De mannen nemen hem mee naar een heel ver land, Egypte. En daar wordt hij verkocht als slaaf. Hij mag nooit meer weg en hij moet keihard werken. Hij komt zelfs in de gevangenis terecht, terwijl hij helemaal niets verkeerds heeft gedaan. En daar is het nog donkerder en nog kouder. Maar God heeft een plan. Op een dag moet Jozef bij de koning komen. De koning heeft gehoord over Jozef. Dat hij met God praat en daardoor dromen kan uitleggen. De koning had een droom over dunne koeien die dikke koeien opeten. Wat betekent dat? Majesteit, zegt Jozef. God bedoelt dat er nu heel veel eten is. En dat zijn de dikke koeien. Maar straks, als het eten op is, dat zijn de dunne koeien. Uw droom gaat over hongersnood. Maar als u eten bewaart, als het goed gaat, heeft u genoeg over als het straks slecht gaat. Wow! De koning vindt Jozef super slim. Hij hoeft niet terug naar de gevangenis. Nee,
Jozef wordt de baas van het eten. Jaren later is overal het eten op. Maar in Egypte is er genoeg. En dat komt door Jozef, de belangrijkste man van het land. Jozef heeft alles. En hij kan zijn zoontje alles geven wat hij maar wil. Maar nog steeds geen opa. Of toch wel? Voor Jozef knielen magere mannen. Oh, alsjeblieft, meneer, mogen wij graan van u kopen? Die stem. Ineens herkent Jozef hem. Die mannen zijn zijn broers. Ze zien niet dat hij Jozef is. Jozef denkt snel na. Ze hebben mij als slaaf verkocht. Wil ik ze wel te eten geven? Dan zegt hij, ga terug naar huis. Maar jullie jongste broertje, die moet hier blijven. Oh nee, alsjeblieft, nee, huilt zijn oudste broer. Niet doen, mijn vader kan hem echt niet missen. Niet mijn broertje, nee mij. Wow, wat zijn zijn broers veranderd? Ze komen nu voor hun broertje op. God, denkt Jozef. Het was uw plan dat ik naar Egypte moest, hè? Want nu kan ik mijn hele familie van de honger redden. Als ik dat wil. Ja, dat wil ik. Jozef geeft ze niet alleen te eten. Hij nodigt zijn hele familie uit om bij hem in Egypte te komen wonen. Eindelijk kan Jozef zijn papa weer een dikke knuffel geven. Zo, zegt Jozef, mag ik je voorstellen? Dit is jouw opa. Hebben jullie ook opa? Ja. Ja? Ja. En is jullie opa een beetje lief? Ja. Een schatkist vol verhalen. Geboren, kende u mijn naam, wist u al wat?
broers van Jozef, die waren echt super gemeen, zeg. Die hadden Jozef gewoon in een koude waterput gegooid en uiteindelijk als slaaf verkocht naar een ander land. En toen konden dus zijn broers en zijn vader konden een hele tijd niet zien. Omdat hij dus ergens anders moet wonen en werken. Ja, dat vond ik echt erg voor Jozef. Super gemeen. Maar gelukkig ging het uiteindelijk al wel beter, omdat de Heere God hem ook hielp. En ik vond Jozef ook wel echt slim, hoor. Mm-hmm. Dat hij gewoon al dat eten ging bewaren. Zodat ze, als het slechter zou gaan, dat ze genoeg eten hadden. Ja, en toen werd hij dus de baas van het eten. Oh, dat klinkt wel echt als een droombaan voor mij, hoor. Dan mag je dus op al het eten gaan passen. Misschien wel duizenden frikandellen en duizenden kilo chocola. Oh, echt een klusje voor mij. Ik zou er maar niet aan moeten denken om te gaan snoepen, want dan zou het helemaal niet meer bewaard blijven, denk ik. Sophie, ik kan ook wel de baas zijn van jouw eten, hoor. Van jouw chipjes. Dat hoeft niet, hoor, Olly. Ik kan prima zelf de baas zijn over mijn eigen chipjes. Dat hoef jij niet te doen. Sophie, ik heb echt een beetje een lekker trek gekregen. Mag ik een paar chipjes doen? Nee, Olly. Dat zijn mijn chipjes. En ik heb ze bewaard. En ik pas ze goed op, net zoals Jozef. En dan heb ik zo meteen ook weer wat. Dat de Jozef ook, die had genoeg bewaard toen zijn broers kwamen. Dat die genoeg wat eten hadden voor hun. Dus deze zijn gelijk voor mij. Oh, Sophie, alsjeblieft. Mag ik een paar chipjes? Nee, Olly. Jij deed echt vet irritant en echt heel gemeen. De hele tijd mij napraten, de hele tijd mij plagen, mijn chipjes afpakken en ook nog eens zeggen dat er een pauw rondloopt, terwijl hij er niet eens is. Nou, dat vond ik echt helemaal niet lief van jou. Dus je hebt het helemaal niet verdiend om chipjes te krijgen. Ze zijn lekker voor mij. Ja, misschien was ik ook wel een beetje gemeen. Net als de broers van Jozef. Nou, dat denk ik ook wel. Nou, ik ben blij trouwens dat je mij niet in zo'n koude put hebt gegooid. Nee, maar Sophie, dat is echt heel gemeen. Dat zou ik echt nooit doen, hoor. Nee. Nee, gelukkig niet, Olly. Maar je krijgt echt geen chipjes van mij. Het zijn mijn chipjes. En ik vind het eigenlijk een beetje moeilijk om het met jou te delen. Want dat heb je helemaal niet verdiend, omdat je zo boos deed. Zo gemeen deed tegen mij. Ik weet het, Sophie. Het spijt me. Ik verveelde me gewoon. Dan ga ik gewoon stom lopen doen. Het spijt me echt, ja? Sorry. Mag ik een paar chipjes? Oké, Olly. Weet je, ik ga net zoals Jozef, kies ik ervoor om mijn chipjes met jou te delen. Ook heb jij het niet verdiend, kies ik er wel voor om het niet terug te doen, maar gewoon eerlijk samen te delen. Wow, Sophie, je bent echt de beste zus ever! Dank je wel! Het is al goed, Olly. Oh, lekker. En niet meer die van mij eten, hè? Nee. Alles wat ik zie, dat wil ik. Als ik het niet krijg, dan gil ik. Ga ik als een gek tekeer. Maar dan zeg jij, doe niet zo stom. Draai het eens een keertje om. Geven, 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 geven. Meer en meer en meer en meer. Wat je hebt, dat kun je delen. Oh, Sophie, ik vind het echt super lief van jou dat jij jouw chipjes met mij hebt gedeeld. Dankjewel. Alsjeblieft, Olly. Echt super lief. Oh, ik heb nog iets trouwens wat ik met jou wil delen. Heb ik in mijn kamer liggen. Wat dan? Nou, ik heb er nog een frikandel liggen van een paar dagen oud. Ik dacht, die wil ik wel even met jou delen. Nee, dat hoeft helemaal niet, Olly. Nee, hoor. Nee. Ik heb echt genoeg aan mijn eigen bakken chips. Oh. Nou, lief van je, hoor. Oké. Hey, kids. Jullie vinden het misschien ook wel eens moeilijk, hè, om dingen te delen met een kindje die eigenlijk helemaal niet zo aardig is. Nou,
Ik kan je vertellen, ik vond het eigenlijk ook wel een beetje moeilijk. Maar delen maakt je eigenlijk ook wel weer blij. En dan is het ook wel weer fijn om wel te kunnen doen. Is ook zo, ja. Inderdaad, ja. Hey kids, zien we jullie volgende week weer. Doei, doei. Zullen we naar open gaan? Onze eigen open gaan? Ja, misschien heeft hij ook wel lekkere chipjes die hij wil delen met ons. Heb je nog steeds niet genoeg gegeten, Olly? Nou, mijn maag is net zo leeg als de waterput van Jozef. Helemaal leeg! Beroemd met mijn vlogs over make-up. Al heb ik 10.000 likes en heel veel volgers, niet normaal. Of word ik straks astronaut, lekker chillen op de maan. Ik hoef niets te worden om iemand te zijn. Ik heb het al gemaakt, want ik ben gemaakt door God die alles heeft bedacht. Om, waardoor ik de toets niet haal. Al heb ik dyslexie. En dus weer een 3 voor zaal. Al zit mijn haar altijd stom door het fietsen in de wind. Of raak ik steeds alles kwijt en zeg mijn pa, je lijkt wel blind. Hoeft niets te worden.